De voorbereiding op het nieuwe seizoen is enkele weken onderweg voor de volleyballers van Active Living Orion. Hoewel de Doetinchemmers de laatste twee seizoenen in de finale serie om de landstitel stonden, wil trainer Dirk Sparidans zijn nieuwe ploeg niet te veel druk opleggen in de jacht op erametaal. We willen zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Kijk, ik denk als je naar de historie kijkt van het Nederlandse volleybal, zijn wij absoluut de uitdager in dit geheel. Dynamo Lycurgus zijn toch doorgaans de teams die er met de prijzen vandoor gaan. En daaraan zie ik ons echt als een uitdager in deze competitie. Om daarin met hard werken, met het juiste gedrag, met de juiste houding en de juiste dingen op het juiste moment doen, hopen we ze daarin uit te dagen. Met onder meer twee nieuwkomers uit Scandinavië heeft Orion de selectie weer staan. Een opvallend nieuw, maar vertrouwd gezicht is die van de 21-jarige buitenaanvaller Luc Hogebavel. De Doetinchemmer was uitgevlogen naar Amerika voor een studie aan de University of Charleston. Voor mij is het heel leuk om weer terug te komen op de plek waar ik eigenlijk begonnen ben. Zoals je zegt, 1 jaar in Amerika gespeeld. Ik ben er naartoe gegaan met het idee van ja, waarschijnlijk voor 2 jaar. Het is toch 1 jaar geworden. En toen kwam de kans om weer bij Orion te gaan volleyballen. En die heb ik wel met beide handen aangepakt. Merk je dat nu al in de eerste maand trainen, dat de jongens er echt zin in hebben? Zeker. Ja, ik heb net Samuli Kaislasalo ook weer bij de selectie. Die heeft het EK gespeeld en als ik hem dan opbel om ook te vragen van wat is je staat, waarin moeten we rekenen in een window dat je weer aansluit. Dan is het eigenlijk heel snel, ik wil zo snel mogelijk aansluiten. En dat proef ik wel. Ze zijn erg hongerig. Ik vind dat ze graag hard willen werken en daaraan zie ik wel dat ze er zin in hebben. Ja. De laatste twee seizoenen ging het in de finale serie om de landstitel mis tegen Drijsma Dynamo uit Apeldoorn. In de beker werden de Doetinchemmers afgelopen seizoen in de kwartfinale al uitgeschakeld. Waar trainer Sparidans nog niet over erametaal praat, is Hogebavel meer uitgesproken. Als team zijnde denk ik dat de doelstelling gewoon het kampioenschap is. Ja, Orion heeft de laatste paar jaren gewoon meegedaan om het kampioenschap en helaas meerdere keren net niet. Dus ik denk dat dit jaar wel weer een grote kans is om dat doel wel te gaan verwezenlijken.